Deki ukrabasi alo sheng, masapemba alo sheng, begadoti alo sheng na tampumfui ala. Ziek zijn is geen keuze. Kiezen voor goede zorg is dat wel. Huisartsen Spoedpost Suriname heeft een samenwerking met alle verzekeraars en is er voor al uw zorgvragen. Spoedzorg leveren is onze passie. Voor uw zorgen is onze nobele plicht. De huisartsenpost is er voor huisartsen spoedzorg in de avond, weekend en nachttijden. Ons medisch team is op alles voorbereid en staat iedere dag vanaf 12 uur in de middag tot de volgende ochtend 7 uur voor u klaar. In het weekend zijn wij 24 uur geopend. Wij hebben een hart voor de spoedzorg en zetten ons dagelijks in voor u. Ons team is er om uw verblijf bij ons zo prettig en aangenaam mogelijk te maken. Door te bellen met ons gratis telefoonnummer 124 kunnen onze artsen de urgentie inschatten en uw komst voorbereiden. Huisartsen Spoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Altijd dichtbij, je zat vat toch? In Meati, Srana. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Talk about Suriname, yeah, yeah. Blijf Suriname, misa fetigi mama Suriname. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. No hoor no bloed, tambribi no schreefie. Una de westranamang. Vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Kijkers, ik heet jullie van harte welkom weer bij deze nieuwe video. Zoals we hier zien, staan in het huis ook in brand gevlogen uit de Abrablokje, Christoffel Kerstenstraat. Kijkers, wij hebben vernomen dat er geen persoonlijke ongelukken hebben voortgedaan, maar wel dat het huis afgebrand is, behoorlijk afgebrand is. De brandweer is ook nog bezig te onderzoeken hoe het brand is ontstaan. Ik heb van een paar omstanders gehoord dat de brand is ontstaan, of ja, gesticht is door een vrouw. Maar is dat zo, of wie de persoon ook is, is niet bekend. Maar kijkers, de brandweer is nu met man en macht bezig de brand te blussen. Kijkers, ik heb ook begrepen van een paar omstanders dat Ze die weten hoe het brand eigenlijk is ontstaan. En ook een paar omstanders zeggen dat het brand gesticht is door een vrouw. Dus eigenlijk is het niet de brandweer die officieel antwoord kan geven hierop. Maar de brandweer is ook, zoals ik eerder aangaf, bezig te onderzoeken hoe dit brand eigenlijk, is ontstaan. We zijn wel bezig nu nog even te blussen. Er wordt ook aangegeven dat de brand boven van het huis is begonnen. Dus onderin is wel niet beschadigd of ja, ook niet in brand gevlogen, maar boven is behoorlijk gebrand. We hebben wel één geluk dat het huis naast het huis niet is. Maar wat we wel kunnen zien is dat er wel schade aan is gericht. Kijkers, wij willen iedereen op het hart drukken, zoals we weten, nu begint de droge tijd. En laten wij alsjeblieft oppassen, opletten als ons gast geen lekkage heeft of waar we misschien touw branden. Laten wij heel voorzichtig zijn, want de kleinste fout kan leiden tot een heel groot probleem. Dus kijkers, dit was het, de brand van de Christoffel Kerstenstraat. De politie en de brandweer zijn zo ook bezig. Maar kijkers, ik hoop dat dit u genoeg heeft kunnen informeren. Ik ben Krishna Lakvati. Ik wens u een fijne dag verder en ook heel voorzichtig binnen deze dagen.